We zijn hier vandaag op de proefdraaiplaats. We zijn hier bezig met een uniek experiment. We gaan hier proberen door middel van waterdruppels ultrafijnstof uit de lucht te filteren. Dat doen we door middel van een waterkanon dat hier achter mij staat en ook een druppelscherm eigenlijk. Het experiment zoals wij het op dit moment aan het doen zijn, dat is eigenlijk nog nooit zo gedaan. We hebben nog nooit een vliegtuig met daarachter een meetbus en allemaal waterkanonnen eromheen. Dat is eigenlijk nog nooit gedaan. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Komt hij aan, motor 2. Motor 2 komt aan. We gaan omhoog. 5 minuten, we gaan omhoog. Samen met TNO hebben we hier het experiment eigenlijk ontworpen. TNO heeft een bus waar ook de metingen mee worden verricht. Die staat achter het vliegtuig. En daarmee analyseren ze of er veel deeltjes in de lucht zijn of minder deeltjes. En daarmee kunnen we zien of het ook echt werkt, ons experiment. Ja, we meten eigenlijk wat we dan noemen de ultrafine particles. Dat zijn hele kleine deeltjes, die zijn kleiner dan 100 nanometer. Dus kleiner dan de menselijke haar. Die kan je ook uit het blote oog niet zien. Ook niet met een microscoop. Die vangen we op en daarna gaan we ze tellen. En dan weten we precies hoeveel deeltjes er zijn van een bepaalde afmeting. Ja, TNO die houdt zich altijd al bezig met fijnstofproblematiek. Ja, en vandaag zijn we dan uitgenodigd om experimenten echt in real life te doen. Hè. Dus met echte vliegtuigen staan we te meten met de bus om te kijken van werkt het ook in de praktijk? Want op de tekentafel, ja, daar werkt het al. Oké, we zijn geland. Welkom in Amsterdam. Dank u wel. Ja, we zijn eigenlijk vandaag de metingen begonnen met een droge meting. Dus om te kijken, eigenlijk een basismeting, om te kijken wat de ultrafijnstof doet in de lucht. Daarna zijn we met kanonnen aan weerszijden van de vleugels hebben we neergezet om waterdruppels de lucht in te werpen. Daarna hebben we nog een experiment gedaan met twee kanonnen aan één zijde bij een motor. Daarna zullen we nog een experiment doen met het nevelscherm. Dat ligt eigenlijk achter het vliegtuig. Door middel van slangen worden daar waterdruppels omhoog gebracht. En die waterdruppels zorgen ervoor, hopen we, dat die de ultrafijnstof uit de lucht kunnen filteren.